Ik ben Guido Lammers, ik ben technisch tekenaar van beroep. Ik ben achter mijn bureau op het werk, ben ik van mijn stoel afgegleden. En een opvallende BHV'er die heb gezegd, jij gaat zitten, ik bel de ambulance. En echt binnen 20 minuten lag ik aan het infuus. Waardoor ik dus helemaal geen lichamelijk letsel heb opgelopen. Ja, in het begin een hele lichte gezichtsveldafwijking. Maar door mijn sport had ik dat binnen een maandje had ik dat helemaal weggewerkt. Ja, ik tafeltennis als sport. En door heel veel te trainen, alleen maar op mijn backhand, omdat dat dan ook meteen de reactie voor dat linker onderkant omhoog moest concentreren. Nou, was dat heel snel was dat over. Want als ik zo mijn armen deed, kon ik ze net allebei tegelijk zien. En nu kan ik ze gewoon weer helemaal spreiden en ik zie ze alle twee. En dat was wel gaaf toen ik dat weer kon. Als je dan net uit zo'n revalidatieprogramma bent gekomen en je kan meteen doorgaan, hoe eerder, hoe liever. Want dan zit je nog in dat proces en dan vervaagt het niet. En des te eerder kan je dus verder werken aan je herstel. Doordat we nu die hulp hebben, merk ik dat er nog zoveel verbeteringen mogelijk zijn. Ik heb zo mijn best gedaan dat ik nu 32 uur aanwezig ben op mijn werk. Op een gegeven moment ben je dan klaar bij de revalidatie. Ik zat bij de Trappenberg. En via de Trappenberg zijn we dus in contact gekomen met Hersens en met Intract Contour. En heb ik dan één keer per week heb ik dan thuiscoach. En we hebben dan één keer in de week hebben we dan die cursus. Daar pik je toch iedere keer weer wat van op. En je leert er wat van en je merkt er nog steeds verbeteringen. Grip op je energie was de vorige cursus. Daar heb ik heel veel aan gehad. Dus dan leer je echt omgaan met je lichaam. Goed om je balans weer te vinden in hoe ga je om met je energie. En nu hebben we dan denken en doen. En dat is veel belangrijker voor me. Vooral mijn korte geheugen, die is het behoorlijk aangetast. Mijn vrouw die heeft heel veel bijeenkomsten bijgewoond. En krijgt ze dus ook al die verhalen te horen van lotgenoten. Ja, het is wel belangrijk dat ook je partner of zo dat soort informatieavonden of bijeenkomsten naartoe gaat. Want je merkt toch wel dat je ook daar wat van leert. Vrienden die zeggen wel van ja, we begrijpen het. Maar als je het dus echt vertelt waar je tegenaan loopt, dan merk je toch dat ze het niet helemaal snappen. Ik ben geen vrienden kwijtgeraakt, dat niet, maar je merkt toch wel een beetje van ja, een beetje weerstand. Ik kan het niet wel anders formuleren. Iedereen kan dit overkomen. Bij mij was het gewoon door de hoge werkdruk, ja, te veel hooi op mijn vork nemen waardoor dit gebeurd is. Alleen met de revalidatie ben je er niet. Dat heb ik dus zelf ook ondervonden. Ik heb heel veel steun aan Intract Contour. Hele professionele begeleiding is dat. Ze begrijpen je. Kijk, omdat ze natuurlijk dagelijks met deze problematiek te maken hebben, weten ze ook waar ze het over hebben.